Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar vlog hashtag 49. Mijn naam is Teunenweijer, natuurlijk van het kanaal FC Teunenweijer. En ik vond zelf dat ik meer moest gaan vloggen, want ik heb al 48 vlogs en dit is vlog 49. Maar er komen sowieso 8 vlogs, ongeveer 8 vlogs bij, want ik ga 8 dagen naar Mallorca. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook super veel zin in hebben. Want ja, Mallorca, 8 dagen vakantie, lekker Mallorca vlogs, let's go. Het is momenteel 21 over 9, dus dat is 10 voor half 10. Ik ga nu ontbijten, want ja, je moet natuurlijk ook heerlijk eten voordat je naar Mallorca gaat. Dus knal de intro er maar in. Let's go! Yes, mensen, jullie hebben net mijn ontbijt gezien. 2 eieren op 1 broodje met ketchup en mayo. Het was super lekker, maar het is momenteel 10 uur, dus het is eindelijk zover. We rijden met de auto naar Düsseldorf Wezen, waar we een parkeerplek voor een week hebben gereserveerd. En om 2 uur vliegen wij van Düsseldorf Wezen naar Mallorca. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook, dus let's go! We rijden met dit bakbeest door Spanje en daar komen we 8 dagen. Mooi ding joh! Kom binnen in het appartement, want daar zijn we aangekomen. En hier aan je kamer. Woonkamer. Ik had het eigenlijk niet zo groot verwacht. Hier is het uitzicht. Nou, we kunnen ook gewoon naar buiten, hè. Daar hebben we een heel mooi terrasje. Hier hebben we 1 badkamer, waar ik niet slaap. En een
blije mami. Hier slaap papi en mami. Ja, papa en mama. Met een eigen badkamer. Met een eigen badkamer inderdaad. Dus hier een bad. Douche/douche. Wc. En hoe heet dat? Wastafel. Spiegel daar ook. Hier een keuken. Met twee kastjes. Kun je gewoon die kastjes openen. Gewoon vies. Alleen spreek het geen Servisch, maar. Dat maakt niet uit. Dan hebben we die kastje, een magnetron. We hebben hier een deur. Wat zit er voor huis? Jongens, wat zit er achter deze deur? Achter deze deur zit een wasmachine. En. Nog. Ik kwam met mijn hand tussen de deur. En nog meer uitzicht. Nou, dan doen we die deuren weer dicht. Kijken dat ik niet meer op klauwtjes kom. Stoffer en blikje. Dat is dit keukje. En dan heb ik nog het andere deel van het huis. Dat is een schoonmaakkastje. Zou ik waarschijnlijk nooit komen deze week. Oh, een lichtknopje. Waar zit hier de lichtknop dan? Oh jee. Weer een wastafel, daarboven heb ik een spiegel. Een wasbak, ding, wc. Weer een douche, tweede badkamer. En hier heb je weer een eenpersoonskamertje. Nou, weer een. Het is gewoon een eenpersoonskamertje dit. Kledingkastje. Mooi kledingkastje. Oh, er ligt gewoon een deken boven. Het is gewoon een IKEA-tas volgens mij. Hier ligt in de kast. Ligt gewoon een IKEA-tas in de kast. Oh, en dan hebben we hier de laatste. Laatste slaapkamer. En deze kast, jongen, ik weet niet wat hiermee gebeurd is, maar. Er staat gewoon een kast in de kast. Hier staat gewoon een kast in de kast. Kast met laadjes. Wat zit er in die laadjes? Eén helemaal niks. Ho. Twee, ook helemaal niks. Drie. Ook helemaal niks. Ja, strijkplankje verder. En dat was het eigenlijk wel, denk ik. Tenminste. Ja, we hebben alles al gehad. Jullie hebben het gezien. Wij zijn in Mallorca op de bestemming. En mijn kamer is, hebben alleen weinig licht. Maar dat is deze met het oranje bed. Wel een leuk kamertje op zich. Ze zijn nu eten aan het kopen. Ik ben thuis gebleven in het appartement. Maar ze zijn nu eten aan het halen, dus waarschijnlijk koken we hier zelf en eten we zelf. We hebben hier trouwens een sappig thermometertje. Is die. Maar ik weet niet of we gaan het eten, misschien gaan we het eten zelf koken voor de eerste avond. En misschien gaan we zo meteen zwemmen. Dat weet ik ook niet, maar ik hou jullie op de hoogte. De reis hebben we officieel achter de rug. Lekker man, we zijn in Mallorca. En nu gaat het avontuur pas echt beginnen. Dit is heel erg ingezoomd, maar die rechter, dat is ons appartement. Dit is de afstand in het echt. Dat zie je niet heel goed door de zon. En daar is de zee, dus we gaan nu even lekker zwemmen. Ik ben even op bed gaan zitten, want we zijn net terug van zwemmen. Ik heb net gedoucht en dit zout zeewater is echt zout. Gaat in je ogen prikken en prikt op je gezicht. Vandaar dat ik af en toe nog wat met mijn ogen moet knipperen, terwijl ik al gedoucht heb. Ja, het is echt niet normaal hoe zout het zeewater is. Maar, mijn vader zei van, des te vaker je in het water gaat, des te meer je eraan bent. Maar ik weet niet of ik nog in het water ga zwemmen, want het is echt
Super, 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 super zout. Is echt niet goed voor je ogen. Maar als je er vaker aan gaat wennen, misschien ga ik er dan wel vaker in. Maar we gaan zo wat eten. Ik weet niet welk restaurant. Ik weet niet wat ik ga eten. We gaan zo door Mallorca lopen. En dan komen we vanzelf wel een restaurantje tegen. En als dat zover is, dan op dat moment zien jullie dan ook wat ik ga eten. En waarschijnlijk zet ik de camera ook weer aan. Ik weet het niet zeker. Ja, ik zet de camera heus wel weer een keer aan. Maar dat zou waarschijnlijk zijn op het moment wanneer ik mijn eten voor mijn neus heb. Dus voor mij is het ook nog een verrassing. Voor mij is het net zo'n verrassing als dat het voor jullie is wat ik ga eten. Dus let's go! Het is geen Amerikaanse pizza, het is gewoon een Spaanse pizza. Vorig jaar waren de pizza's groot. Yes mensen, wij zijn zojuist teruggekomen van het restaurant aan de kust waar we gegeten hebben. We hebben één restaurant geskipt omdat het te vol zat. Toen zijn we eentje doorgelopen, dus bij het tweede restaurant hebben we gegeten. En ik had een pizza tropical, dat is een pizza met ananas. En dan was het super lekker. Qua drinken had ik een Heineken biertje en sangria op. Sangria mocht ik proeven. Eindelijk twee glazen sangria op. En één glas Heineken bier. Eén flesje eigenlijk. Was wel lekker, bevat allebei alcohol, maar het was gewoon lekker. Ik heb steeds last van mijn ogen, daarom knipper ik af en toe een paar keer. Maar ik ga deze vlog nu afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog tof vonden. Ik in ieder geval wel. Het was de reisvlog en we hebben wat gedaan in Mallorca, gezwommen en zo. Daarvoor moet je de vlog maar een keer goed kijken. Dan weet je dat we allemaal gedaan hebben. Maar zoals ik zei, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik in ieder geval wel. Doe nog een blauw omhoog. Like, abonneer, zet de belletje aan. Hier beneden, je kan allemaal hier beneden. Dat is gewoon echt het mooie van YouTube, weet je wel. En dan zeggen ze altijd, SO en Hans Kraaij Junior, want Hans Kraaij Junior heeft interviews. De beste interviews bij alle Nederlandse Eredivisie spelers, maar ook bij alle buitenlandse Eredivisie spelers. Helaas heeft Ajax 2-2 gespeeld vandaag. Maar ja, het kan gebeuren. Eerste seizoenswedstrijd, de tweede knap ze gewoon overheen en Ajax wordt gewoon nog kampioen. Maar ja, Hans Kraaij Junior heeft interviews bij alle hij heeft de beste interviews bij alle Nederlandse Eredivisie spelers. Maar één keertje nog. Hans Kraaij Junior leeft de beste interviews bij alle Nederlandse spelers, maar ook bij alle buitenlandse spelers. En ook bij Mark van Bommel. Maar daar is hij nog steeds geen vrienden mee, omdat hij vragen stelt waar Mark van Bommel, zegt Mark van Bommel zelf, al antwoord op heeft gegeven. En daarom zijn ze nog steeds geen vrienden. Maar ik zie jullie morgen weer terug. Want ja, Mallorca 8 dagen elke dag achter elkaar volgt. Sap gatje die de hele tijd heen en weer gaat. Maar ja, dan zeg ik voor nu, ik zie jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog op dit kanaal. Hopelijk ben jij er dan weer bij. En dan zeg ik ze dus altijd, de groeten.